Een voetbaltrip naar Buenos Aires is misschien wel dé ultieme wens van elke staantribune-liefhebber. Joris van der Wier en Jeroen Heijink hebben besloten om hun droom te volgen. En vanuit Buenos Aires houden zij ons dagelijks op de hoogte. Goal! De River! Lo hizo Carlos Sánchez. 36 minuten de penal. River 1, Boca 0, Sánchez lo hizo. Hola Jeroen. Hola Joris. Zo, we hebben vandaag geen wedstrijd gezien. Nee. Maar wat hebben we wel gedaan? Kun je een tipje van de sluier lichten? Of gewoon alles vertellen? We hebben heel veel informatie opgedaan over de historie van het voetbal in Argentinië. Gisteren zijn we naar Argentinos Juniors geweest. Met daar aangecombineerd het Diego Maradona Museum. En Diego Maradona ademt natuurlijk ook Argentinos Juniors uit. Argentinos Juniors. Nou, of en Juniors. Juniors. Ik denk dat dat beter Spaans is. Junior. En we zijn net terug van een bezoekje aan de voetbalprofessor. Ja. Dus, ja. Waar wil je mee beginnen? Nou, laten we het chronologisch houden. Ik begin eerst even hierbij, jongens. Ja. Oh. Goud en goudgele rakker. Zal ik je voor jou even wat fristie pakken? Ja, dat is goed. Oh, waar wil je mee beginnen? Dit is echt lachen. we beginnen met Argentinos Juniors. Ja. Ik spreek Spaans met een Argentijns accent, dus ik moet het soms verbeteren. Zit hier vol met accenten? Nee, we hadden via Remy, de al vaker genoemde Remy, hadden wij een contact gehad bij, die werkt bij Argentinos Juniors. Die heb ik benaderd van tevoren, ja. 2 of 2 van tevoren. Thomas Messina. Ja. En die schild begaan met de historie van de club. En die wil ons wel een rondleiding geven in het stadion en later in het Maradona-huis. Maradona-huis kun je niet zomaar naar binnen, dan moet je van tevoren een afspraak maken. Allemaal heel complex voor iets wat een toeristische attractie wil worden, maar daarover later meer. Maar we begonnen dus met in het Estadio Diego Armando Maradona, want dat is genoemd naar eigenlijk de grootste voetballer die ze hebben voortgebracht. Maradona, hemzelf. Ja, de grootste, misschien niet, maar wel de beste. Ja, wel de beste. Hij was inderdaad een kleine opdonder, maar Nee, hij is op vroege leeftijd ontdekt, op zijn 11e geloof ik, is hij naar de club gegaan. Ja. En al heel snel werd duidelijk van, oei, dit is wel een heel bijzondere voetballer. In het begin dacht de coach, dit is geen jongetje, dit is gewoon een dwerg die mij voor de gek houdt. Ja. Dus, want dit kan natuurlijk niet. Maar ja, hij bleek inderdaad, dat bleek echt zijn leeftijd te zijn. Ja. Argentinos dacht zo, dit is onze toekomst. Want dat was zijn ontdekker al, hè? Weet je nog de naam van zijn ontdekker? Ja, die vertel ik later wel. Oké. Ja, oké. Heel goed. Nee, weet jij hem nog, die naam? Correjo. Was het niet Cornejo? Nou, hier. Nee, het is Cornetto en Correjo. Correjo, was het? Oké, maar iets in die richting, inderdaad. Maar ga door met je verhaal, ik onderbrak je, sorry. Ja, irritant. Maradona als jeugdspeler, was 12e, 13e, trad hij vaak op in de rust. Want Argentinos was, dat is gewoon geen topteam. Zeggen middenmotor, onderkant middenmoot. Ja. Dus die wedstrijden, die trokken weinig volk. Maar mensen die kwamen eigenlijk puur voor de rust. Ja. Want in de rust kwam Maradona het veld op en die hield dan de bal even de hele rust hoog. We hoorden gisteren ook dat het publiek soms oproept om de wedstrijd niet te herstarten. Ja. Ze wilden Maradona trucjes zien doen, hoog houden, dat soort dingen. Ja. Maar helaas kwam dan toch de wedstrijd, begon dan weer. En iedereen wist wel, het was geen verrassing dat Maradona op zijn 15e al in het eerste werd gestopt. Ja. En weet jij wie erachter zat? Waarachter? Achter Maradona, die al op zijn 15e in de selectie was. De voorzitter. Ja, want de trainer wilde het niet. Nee, die vond hem te jong. Oeh, je bent nu gewoon aan het overhoren. Ja, je lijkt erop je wel aan het opletten, want we alleen maar de Japaner aan het uithangen daar, met dat film en zo.
Nee, dat was de voorzitter. Die heeft gewoon eigenlijk gezegd van, omdat het ook niet zo goed ging, van laten we hem gewoon opstellen. Nou, laten we hem, eigenlijk wordt gewoon opgesteld. Ja. Met, volgens mij was het zelfs nog zo dat hij de tweede helft erin kwam. Ja, het werd eigenlijk van tevoren aangekondigd. Ja. Deze wedstrijd gaat Maradona spelen. Ja. Ja, voor een trainer is dat natuurlijk verschrikkelijk, want hij bepaalde niet. Dus inderdaad, dat je zegt, de voorzitter zei, ja, hij gaat vanavond spelen. Ja. Want het was een woensdagavond tegen een klein team, Tetjaret. Dus ja, om dan toch het stadion vol te krijgen, werd al aangekondigd Maradona gaat spelen. Dan kwamen er een mannetje of 4.000-5.000. En deze avond zat er voor een random wedstrijd gewoon 10.000. Omdat iedereen wilde Maradona zien spelen. En hij kwam er inderdaad in de tweede helft. En wat was zijn eerste actie? Volgens mij, als ik hem goed begrepen heb, had de trainer tegen hem aangegeven dat hij een overstapje moest doen als de bal naar hem toe kwam. Nee, hij moest een panna geven, een tunnel. Oh, oké. Dan heb ik hem niet goed begrepen. Volgens mij zei de trainer tegen hem dat hij als allereerste een panna moest doen. Ja, dat klopt. Dat heeft hij inderdaad gezegd. Dus, de bal werd naar Maradona gespeeld en Amman. En paf, meteen door de benen. Publiek op de banken natuurlijk. Ja. En ja, ze wisten al meteen, oh, dit is wel een bijzondere speler. Argentinos verloor die avond. Dus 1-0, dat weet ik nog wel. 1-0, ja. En er worden later, er waren dus 10.000 man. Maar als je de verhalen moet geloven, dan waren er... Was iedereen er eigenlijk. Ja, ja, dat is een beetje... Maracana kon je vullen met mensen die daar zijn geweest. Ja. Iedere taxichauffeur in Buenos Aires kent wel iemand die daar is geweest, wordt gezegd. En het is een beetje net als de eerste tour van Nirvana door Nederland. Daar kwamen 50, 60 man per concert. Okay. In Groningen zo. Maar daar is achteraf ook iedereen bij geweest. Okay. Er waren concerten waar 100.000 man waren, als je de verhalen moet geloven. En dat was ook met deze van Maradona. Iedereen is erbij geweest. Dus Nirvana zit, ik ben geen muziekkenner, maar Nirvana zit in hetzelfde rijtje als Diego Armando Maradona. Ja, eigenlijk wel. Ja. Omdat iedereen bij zo'n bijzonder moment bij wilde zijn geweest. En wat was opvallend eigenlijk aan Maradona? Want iedereen wist meteen, dit is een supertalent. Maar hij is... Sorry zeg. We zijn een dag verder en... Hij is heel lang gebleven. Oh, en waarom is hij 5 jaar gebleven? Ah, ja, heel goed. Dit is een heel goed voorzetje. Die kan ik ook nog wel inkoppen. Dat was in de tijd dat, dat de regering eigenlijk zei van... spelers mogen niet naar het buitenland toe. Waar één uitzondering was, geloof ik. En dat had te maken met het WK 1978. Ze wilden eigenlijk een... De regering van toen wilde eigenlijk een representatief goed team hebben. Om dat WK te kunnen winnen. Dus mochten spelers niet naar het buitenland. Zeg ik dat goed? Op één eentje na. Nee, hier klopt weinig van. Godverdomme. Oh, sorry. Nee. De junta wilde natuurlijk dat Argentinië het goed ging doen in 1978. Dat heb ik goed. Toen zei Menotti, de coach, zei... Ik wil mijn spelers iedere week kunnen zien. Oh ja, dat... Dus moesten alle spelers... Alleen Mario Kempes speelde al bij Valencia. Ja. Maar de rest van de spelers mocht niet meer weggaan. Iedereen moest in Argentinië blijven, zodat Menotti iedere keer kon gaan kijken. En Maradona zat er ook bij. Maradona is al op zijn... In 77 debuteerde hij al. Hij heeft uiteindelijk niet de selectie gehaald, wat opvallend is. Ja. Maar uiteindelijk heeft winnen, de coach heeft gelijk, want ze hebben gewonnen. En het probleem was ook dat geen andere Argentijnse club kon Maradona kopen, want niemand had het geld. Dus daarom bleef Maradona maar bij deze relatief kleine club, waar hij jaar na jaar topscorer werd. Ja. Zelfs als middenvelder, een tiener. Ja, dus eigenlijk, tegenwoordig is het niet voor te stellen. Als je zo'n goede voetballer hebt, die wordt meteen weggeplukt door een van de clubs. Ja. En maar Maradona bleef. Klopt, Joris. Ja? Ja. Heb je daar nog een aanvulling op, Jeroen? Nee, ik durf nou niks meer te zeggen. Want, nee, terecht. Ik word even hier keihard gecorrigeerd. En even de verbeternatie. Nee, maar Nou, maar het was heel... Dat ga ik even uit ervaring spreken. Dat gaat me wat beter af, blijkbaar. Anders word ik helemaal kapot gefactcheckt hier door iemand naast me. Ja. Het was natuurlijk wel mooi te zien, want Thomas nam ons mee in het museum van de club zelf. Dus we werden eerst ook wel helemaal meegenomen door de historie van de club. Ja. Nog even een vraag. Oh. Zij spelen in een rood shirt met witte sjerp. Waar staat het rood voor? Socialisten. En zij kozen voor het rood om twee bloedgroepen te combineren. De socialisten en de... anarchisten. Godverdomme, deze kunnen we gewoon helemaal sluiten van deze podcast. En de witte band staat voor... Volgens mij weten de mensen dat in het publiek wel.
Solidariteit. Solidariteit hoor ik in het Solidariteit, Duitse inderdaad. Idee. Je hebt het shirt zelf gekocht, maar je weet de achtergrond nog niet. Dus nee. Jammer. Gelukkig weet je meer van IT. En niet zo van facturen betalen. Hoe gaat het met je internet, jongens? Nee, ik heb nog steeds geen internet. Dat laten we daar maar niet over hebben. Nee, dat is een ramp. Daar gaan we later wel over hebben. Nee, maar het was maar ik heb nooit gezegd dat ik iets van techniek snap. Ik ben net een bejaarde wat dat betreft. Nee, dat is niet wat betreft. Dat is zo. Maar het was natuurlijk wel... We werden helemaal mooi meegenomen met allerlei attributen. Dingen die ze allemaal bewaard hebben. Wat volgens mij allemaal uit donaties bestond. Van oud-leden. Ja. Oud-spelers en waar ze volgens mij ook heel erg bekend om staan was de Academy, de opleiding. Ja. Waar grote voetballers uit voortgekomen. Dat wist ik, moet ik eerlijk zeggen, dat ik zag een paar namen staan waar ik dat niet van wist. Maar jullie horen al dat ik blijkbaar meer niet wist of opgepikt. Kun je nog wat van die namen noemen? Redondo. Hey, die gast bij, twee gasten bij... Sorin. Lucas Biglia. Biglia. Riquelme. Die krullenbol van, die nu bij San Lorenzo speelt. Colaccini. Bij Newcastle. Gespeeld heeft. Riquelme? Riquelme. Had je dat net al genoemd? Dat had ik net genoemd, maar hij was niet aan het luisteren. Dus nee, dan dus, denk ik dat we idioten zijn. dan zit ik even te denken. Er was er nog eentje bij Anderlecht. Toch? Ja, Parejo. God, ja, die ja. Inderdaad. Ja. Maar ze hebben in ieder geval veel jeugdspelers voortgebracht. En dan, ik moet zeggen, dat wist ik helemaal niet. Maar goed, dat vond ik vrij veel. Ja. En de jeugdspelers zijn vaak nog, de oud-jeugdspelers zijn nog steeds betrokken bij de club. Wil ik zeggen, de zoon van Redondo speelt daar nu, vertel daar. Anderen komen wel eens kijken, die komen naar het museum, of terug. De donaties. Ze komen terug en zo. Ja, zoals Riquelme. Ja, dat verhaal ken ik ook niet, maar die was op zijn 37e nog teruggekomen, geloof ik. Ja, onze... Om te helpen tegen degradatie, of andersom, promotie. Te promoveren. Ja, nou bij deze. Die zit in de buurt. Klepelklok. Ja, ja. Dus, maar nee, aardig van jou dat je toch in de buurt zit. Ja. Dus, ja. Maar goede connectie met oud-jeugdspelers en zo. En eigenlijk wonnen ze niks toen Maradona daar was. Op een bepaald moment ging Maradona toch naar Boca. Werd verkocht aan Boca, ja, maar Boca kon niet betalen. En daarna werd hij verkocht aan Barcelona. Ja. Duurste transfer aller tijden op dat moment. 10 miljoen? 10 miljoen, ja. Maar doordat Boca nog niet had betaald, kreeg Argentinos 6 miljoen. Ja. Boca 2 miljoen en 2 miljoen kwam in zakken van Graaiers. Ja. En daarmee kon Argentinos ineens van alles doen. Ze hebben toen een heel elftal bij elkaar gekocht en ze wonnen diverse prijzen. Wat voor prijzen wonnen zij? Copa Libertadores, kampioen, andersom. Ja. De Supercup voor de CONMEBOL. Ja, ja. Bijna de wereldtitel. Bijna tegen Juventus, verloren naar penalties. Ja. Platini, Laudrup, dat weet ik allemaal nog wel. Ja. Dat zijn mooie feitjes. Dat is niet bij. Maar mis ik er nog een prijs? Ze hadden trouwens wel, ze stonden 5 bekers in het museum, die afzichtelijke Iveco Cup. Dat was ook een kampioensbeker. Dat is ook een kampioensbeker, ja. Maar wel van later, 2010 of zo. Ja. Ja. Maar mis ik er, want de gouden periode is dus eigenlijk 1985 voor hun. Ja. Dat zie je ook overal wel een beetje terugkomen in de muurschilderingen en allerlei andere dingen. Maar mis ik er dan nog eentje? Nee, hè? Ze wonnen in ieder geval veel vanwege dat ze al die spelers kunnen halen van het Maradona geld. Ze hebben ook een gekke beslissing genomen. Ze trokken de op dat moment beste trainer van Argentinië aan. Ja. En die zei in 83 geloof ik, dan willen we niet. Ik wil niet meer in dit stadion spelen. Want ze hadden een stadion met een heel klein veld. Het kleinste veld van de Argentijnse hoogste divisie. En hij wilde een soort aanvallend voetbal spelen. En dan moest in een groter stadion. Dus de club is, die is gaan zwerven door de stad. Ja. Onder andere bij Bella Thatfield zijn ze gaan spelen. En andere clubs. Om altijd het grotere veld te hebben. Ze zijn pas in 2004 teruggekeerd daar. Ja. En toen is ook besloten om het stadion... Ze mochten stemmen. Ja. En dat won uiteraard Diego Maradona won met 92% van de stemmen. Ja. En dus gelukkig zijn ze nu weer terug. Ja. Mooi stadion nu. Ja, wat vond je er mooi aan? Ik vind hem ook mooi. Omdat het klonk een beetje van, vond je hem mooi? Ja. Ja, het is allemaal in de clubkleuren. Ja. Rood-wit. Spat overal vanaf. Ja. Veel staanplekken. Ja. Beetje achter het doel. Hekken met prikkeldraad zien we altijd graag.
De hoofdtribune, die uit verschillende lagen bestaat, is mooi. Ja. Ik vind de stijlheid heel mooi. Het werd door de derde persoon hier al vergeleken met Mestalla. Qua stijlheid. Qua stijlheid, ja. Die tribune. Dus ja, de buitenkant was natuurlijk ook geweldig met al die muurschilderingen. Ja. Ja, klopt. Die over de wijk gaan, Maradona, Gouden Teams, ja. Conejo was ja. er ook. Ja. En één kant waar geen tribune was. Nee, Rayo Vallecano lijkt de daar. Dat heb ik ook gehoord. Ik ook gehoord, ook de derde persoon had het er ook over. Ja, want waarom is dat geen derde tribune? Kun je dat nog herinneren? Jazeker, de tegenstanders klaagden dat het veld te kort was. En dat was ook zo, volgens mij. Ja, het was ook echt en toen hebben ze een tribune om de juiste afmetingen te hebben, of de minimale afmetingen te moeten kunnen halen, hebben ze een tribune moeten slopen, omdat ze die tribune niet naar achteren konden verplaatsen, vanwege een aantal bomen die niet weg mochten. Ja. En dat heeft, ze hebben het veld dus kunnen verlengen door een hele tribune weg te halen, waar je nu eigenlijk een beetje zo'n Eindhoven-idee, noem ik het maar even. Ja. Krijgt. Hoewel dat niet eens heel slecht gedaan is, vond ik. Het ziet er best leuk uit. Zeker met die bomen die erachter staan, maakt het eigenlijk wel bijzonder. Ja. Ze hebben de plek ook niet nodig. Het is gewoon een kleine buurtclub. Ja, want wat was het? 24.000 plaatsen voor 20.000 man of zo was het, geloof ik. Nee, andersom. Toch? Het was een community van 20.000 of zo? Ja, zoiets. Er kwamen er 24 in, zoiets. Ja, dus, ja die zitten er wel zelden. Dus, nee. Want wij gaan er ook nog heen, toch? Ja, wij gaan ze over een week of twee zien. Voor de Zuid-Amerikanen? Ja, Copa Sudamericana. Een kleine Paraguayaanse club. Okay, die is weinig fans mee. Okay. Peruaanse club. Oh. Dan haal ik ze zelf is door de wacht. Is het niet Peruviaans of is het Peruaans? Een club uit Peru. Heel goed hersteld. Ja, we hebben iets te lang bij de voetbalprofessor gezeten. Ja, inderdaad. Dus we waren wel suf geluld, maar daar komen we later op. Maar goed, we mochten nog even inderdaad van het museum. We hadden natuurlijk eerst, voor 80% was het historie van de club. Maar achterin hadden ze nog een kamer vol met prularia voor over Maradona. Ja. En daarna mochten we het stadion nog in. Veld op, behalve het, of in ieder geval langs de zijlijn. Omdat wij mochten het veld niet op, maar... Zijn we nog vergeten te zeggen, wij stonden in dat museum en ineens was er Ed de Jong weer. Oh ja, verdomme, die kon je overal tegen. Op dat als ik straks in Nederland ben en ik loop door de Jumbo, dan wil ik Ed de Jong niet tegenkomen. Ja, dus ik werd een beetje door de begeleider, zei zo, hey, je had toch gezegd dat er maar 3 man kwamen? Maar weet ik veel dat Ed de Jong hier ineens is. Ik denk dat je honing aan je kont hebt. Ja, en die was er en Ed de Jong was een dag eerder er al geweest en die was het veld opgesprongen. Oh ja. Dus die was daar wel geweest. En dan ging ik vertellen tegen die man. Ja. Die zei, ja, je mocht niet het veld op. Ja. Hij zei, ja, ik ben wel het veld op geweest. Ja, klopt. En toen zei de man die is rond, Thomas, die zei zo, oh ja, dan heb je geluk dat de bewaker nu was. Ja. Want had je nu astronauten voor kunnen eten. Wat op zich niet erg was, vanwege zijn darmperikelen. Nee. Zo vloeibaar voedsel niet zo erg zijn. En het accent. Ja, dat is ook geen pretje. Nee, je mocht er nog een rondje lopen door het stadion, een fotootje maken. En toen wilden we volgens mij naar de clubshop, maar die zat nog dicht. Ja. Want we wilden inderdaad het mooie shirt nog even bemachtigen. En toen gingen we naar het... Huis van Maradona. Ja, want dat was bij een van zijn contractopwaarderingen. Er lag volgens mij nog trouwens een contract, een kopie, of ik weet niet of het echt was, maar van zijn eerste... of een van zijn contracten met het jaarbedrag wat hij verdiende. En volgens mij was dat 80.000 pesos. Ja. En dat komt neer op 1000 euro. Ja, alleen in die tijd was het natuurlijk heel veel. Ja. Want ze wilden hem behouden. Dus dat huis is inderdaad een 78. Toen was hij 18 of 17. Ja, maar dat was een tweede voorwaarde. Of we zeiden van waar kunnen we je nog meer mee blij maken eigenlijk. En dat was eigenlijk dat hij zei van ik wil graag een huis. Ja, voor hem en zijn familie. Hij nam ook zijn moeder en al zijn broers en zussen nam hij ook mee. En zijn vader. Zijn vader ging ook mee, inderdaad. Laten we die niet buiten sluiten. Maar wel ook een andere Diego Maradona. Is dat, dan geen Armando. Die werden allemaal meegenomen. Ik vond het zelf... Thomas zei, het is gewoon een working class house. Maar ik vond het eigenlijk best een en volgens mij huis. Zeker als je, zoals hij het omschreef, waar hij vandaan kwam natuurlijk. Hij heeft natuurlijk veel armoede gekend. Ja. En was dat denk ik zeker een aardige upgrade. Maar zeker een hele aardige upgrade.
En volgens mij lag het iets van 3 blokken van het stadion afgelopen. Nou, ja, het is goed te lopen. Ja, waar daarvoor die daar voor 30 kilometer van het stadion afwoonde, was dat het verhaal niet? Dat ja, ver weg van ja gewoon zelfs, hij komt eigenlijk van buiten Buenos Aires. Hij komt van, we noemen de plaats weer, Lanús. Ja. Hij is in Lanús geboren, okay, waar wij gisteren erheen kwamen. Ja. Dus ja, dat was iedere keer een verre reis. Ja. En inderdaad, hij woonde ergens waar geen elektriciteit was, geen stromend water. Ja, dus dit was wel een... handig iets voor hem. En het is het mooie aan dit is, het huis staat er natuurlijk al heel lang, maar het is nu sinds oktober 2016 een museum geworden. Of het wordt nu eigenlijk een museum, ja, want ja, het staat al een tijdje als museum bekend. Maar we merkten ook al wel dat daar wat... Ja, het is niet iets waar je zomaar naar binnen kunt lopen. Nee. Je moet een afspraak maken. Ja, de eigenaar van het huis heeft een hele hekel aan journalisten, dus wij zijn gewoon als... Nee, ook geen journalist, hè? Wij zijn geen journalisten, wij zijn... Ja, een hekel aan jou. Ja, ja, wij zijn binnengekomen onder een dekmantel, we hadden ook een nepsnor opgedaan. Dus nee, je moet de afspraak maken en alles, dus ja, maar Thomas had het voor ons allemaal geregeld. Ja. En ja, het was, ja, wij zeiden, wij vonden het nog best een leuk huisje. Nee, dit was best wel groot, denk ik. Ik had veel kleiner verwacht voor die tijd, zeg maar. Maar natuurlijk een x-aantal kamers. Ze hadden de woonkamer helemaal gereproduceerd of nagemaakt met allerlei items van die tijd. Het behang was gecorrigeerd of hadden ze in ieder geval hetzelfde gevonden. En er hingen dan ook allerlei foto's aan de muur die precies lieten zien hoe het er dan toen uitzag. Ja. En het wat mij opviel was die, ja, hoe noemen ze dat, patio, zeg maar. Ik vond het echt ruim. Ik zou het beste zo'n huis willen wonen. Ja. Nou, jij woont natuurlijk in een villa, maar ja, ik woon ergens dus, in een flat in Schotland. Zonnedaal, dus... En ik kan me zeker voorstellen, voor, ook voor die tijd en met al die verhalen, dat dit gewoon een heel goed huis was. Ja. En goed, dan kun je, je kon alles zien, ze hadden alles mooi nagemaakt, maar even op zijn kamer, je zag zijn kamer, in ieder geval waar hij ook zijn behoeftes gedaan heeft, vond ik ook nog wel interessant om te zien. Ja, jij wilde ook op het toilet ja, zitten. Ja, maar alleen als hij er zelf ook had opgezeten en het was een replica, dus dat ja, niet interessant. Ja, dat is minder, ja. Dus, nog een bijzonder kamertje zagen we naast het toilet. Dat was het bijna een altaar. Oh ja, dat was daarboven. Dat was echt een hok met allerlei attributen die volgens mij door mensen mee werden genomen. Ja. En die daar dan gedoneerd of neergelegd werden, zeg maar. Ja. En volgens mij lag er, moet jij maar even vertellen, anders ga ik weer iets roepen wat niet klopt. Ik zal even niet met mijn vinger tikken, sorry nee. Joris. Doe ik het nog een keer. Uit angst. Ja, ik denk dat je weer een moeilijke vraag krijgt. Er was ook iets uit Napels meegekomen, toch? Wat je ook in Napels gezien had. Iets met haar en bloed of zo. Wat was dat nou? Ja, je hebt dat altaar in wie wel eens in Napels is geweest. Daar heb je zo in Barnilo heb je zo'n altaar ter ere van Maradona. Ja. Daar is haar en een beetje bloed van hem. Dat staat in dat altaar. Dat was hier niet. Het was gewoon nagemaakt. Ja. En dus ja, daar had je dus een beetje... Er hingen ook heel veel Napoli-spullen. Ik hoorde ook een verhaal dat er dan soms supporters van Napoli komen... En die barstte in tranen uit. Ja, dat dus, heeft natuurlijk wel wat betekend voor die club. Ja. Dus maar dat was, vond ik wel heel erg interessant en leuk om te zien. En mocht dat ooit in de toekomst een mogelijkheid zijn, door middel van een afspraak, of dat het misschien straks echt een open museum wordt, dan zou ik dat zeker even gaan langsgaan. Ja, vanuit de club wilden ze wel zoiets gaan doen. Als dat een soort attractie wordt. Je gaat naar het museum van de club van Argentinos. Dat is nu maar belangrijk om te weten. Maar 2 dagen per week open. Op een dinsdag en een vrijdag. En alleen zo in de middag. Een beetje. Dus altijd even goed de tijden controleren. Ja. Na 1 blok krijg je dan dat... er is nog een of ander café met een beeld van Maradona. De truc. Of ja, een was het een soort pick-up truck? Dat is in die wagen werd vroeger het jeugdteam van Maradona opgehaald. Er zijn muurschilderingen van hem. Daar kun je dan een... ik had een hamburger op, maar die was heel droog. Dus die zou ik niet eten. Je had een choripan op, die was wel goed. Even nadenken. Ja, dat klopt. Er was een choripan en een empan. Omdat jij zo lang over die hamburger met... Luister goed, dames en heren. Met salade... deed, konden wij 3 keer bestellen, waaronder een empanada. Ja, dus je kunt daar lunchen. Ja. Als je bent klaar bij Argentinos, je hebt het museum gedaan, het veld gezien,
Dan kun je lunchen in dat, ik weet de naam niet meer van dat ding. Maar hij ziet het wel liggen. Hij valt wel op door alle beelden van Maradona en de muurschilderingen. Ja. En het ligt pal op de route. Ja. En daarna kom je inderdaad bij het Maradona Museum uit. Het is allemaal goed te lopen. Dus zeker een aanrader om eens te doen. En over eten gesproken. Wij zaten met z'n vieren te eten, inclusief Thomas. Wij hoorden een heel mooi verhaal over het eten van een beetje rariteiten verhaal. Kun je dat eens toelichten? Ja, we waren een beetje over voetbal aan het praten. Zo van, andere clubs uit de buurt. Ja. En toen werd ineens Rosario Central genoemd. Ja. En daar hoorden wij een heel raar verhaal over. Ja. Die schijnen katten te eten. Ja. Dus ik zat natuurlijk meteen in mijn haardzone. Ik dacht, waarom doen ze dat? En omdat ze dat doen, als Rosario ergens daarna kwam, dus je had bijvoorbeeld Argentinos Rosario of Belasas Rosario, dan zongen de supporters een bepaald lied. Ja, maar wat vind jij dan van die mensen die katten eten? Ja, maar die katten dat die is het laagste van het laagste. Dat vind ik lager dan pedofielen. Ja, oké. Okay. Die zou ik kapot willen maken. Levend filler en daarna pis ik op een nog levende. Nou, laten we maar even ophouden, dat wordt iets extreem. Maar ja, nog een lied. Ja, het mooie was, dat hij vertelde inderdaad van, als Rosario Central op bezoek komt, willekeurig waar dan ook in Argentinië, dan hebben ze een liedje over hun. Ja. En het gaat dan over dat eten van... Dat zij katten eten. Dat zij katten eten. Nou, we hebben hem even laten inzingen. Om eens even te kijken hoe dat hoort. Ik, No se comen, los gatos no se comen, los gatos no se comen, los gatos no se comen. Ja, dat hij zingt iets van eet geen katten, vieze Rosario Central, honden. Zoiets was het. Dus, ja, zoiets was het wel. Het is, dus ja, gelukkig mag Rosario sowieso bekend dat ze weinig uitsupporters meenemen. Ja. Maar nu het verboden is, zijn ze nergens meer. Nee. Maar je kunt nog steeds tegen de spelers zingen. Ja. Maar best wel een... ik had altijd minder... Na wat Boca heeft geflikt, dacht ik, Boca is nu het laagste. Ja. Rosario is gewoon een beetje de meeloper van Boca. Ja, want dat moet je even uitleggen, denk ik, voor de luisteraars. Het gaat over, we zaten hier, we hadden ons hele programma vastgelegd. Maar doordat er een jeugdtoernooi gespeeld werd van onder 23 voor het Olympische Spelen, wilden er een aantal clubs niet starten met de aanvang van de competitie, of de herstart van de competitie. Ja, en dat was... Onder andere Boca en er waren er nog een x aantal teams, maar er was één club die zei van als de meerderheid tegenstemt, dan stemmen wij ook tegen. Ja, en dat was Rosario Central. Dus... En sindsdien kunnen ze niet zo heel veel goed meer doen, denk ik. Nee, ook in Argentinië zag je allemaal memes van een hond. Dat was dan Boca Juniors. En een andere hond had zijn snuit in, gewoon letterlijk in de anus van die andere hond. Echt verschrikkelijk. Ja. En die andere hond was een Rosario Central. Dus ja, ze hebben weinig deugdpunten gescoord in Argentinië. Dus, maar dat was dit natuurlijk een heel mooi verhaal bij. Ja, omdat inderdaad een hond en zij eten katten. En, mijn dus, liefde voor nieuwe zorgboos groeit met de dag. Ja, en terecht. Dus, ja. Het is Rosario Central. Komt hier niet goed uit. Iedere dag dat we hier zijn, denk je weer van, daar klopt iets niet. Dat is een beetje gek. Maar goed, we gaan het ook... in die zin straks meemaken dat we een keer richting die kant op gaan, maar dan bij hun rivaal. Dus we gaan eens even meemaken hoe zij er tegenaan kijken. Ja, we hebben al gehoord van de rivaal. Niemand noemt ze ook Rosario Central, maar Rosario Bentral. En hij zei, ik leg het nog later uit. Dus er zal weer een enorm smerig verhaal uitkomen. Ja, dat het niet alleen katten zijn, maar ook nog iets anders. Ja, ook nog iets anders. Dat is echt... maar dat gaan we zien. En we kwamen net ergens van terug. Dat vond ik wel een hele bijzondere. Jij had een afspraak gemaakt met een voetbalprofessor. Ja, hier in Argentinië kun je het vak voetbalhistorie. Ja. Dat kun je krijgen. Dat is gewoon een vak. Ja. Net zoals bij ons wiskunde of tekenen. Pak je ineens twee verschillende. Ja, dat is wel heel dat is een gekke ding. Ja. Ik ga voor wiskunde en natuurkunde. Maar je kunt ook... Twee gekke vakken, maar goed. Ja, dat is eigenlijk heel raar. Maar Argentijnse voetbalhistorie is geen raar vak. Nee. Dus ik zag dat ze die hier hadden, een voetbalprofessor. Ik dacht, dat is wel interessant. Ja. Dus ik benaderde hem of hij Engels sprak, want ons Spaans wordt met de dag beter. Maar het is nog steeds niet vloeiend. Dus vroeg ik zo, kunnen we een keer langskomen? Ja. Hij zei, ik heb
ik geef les, maar ik heb daarnaast ook een klein winkeltje waar ik Argentijnse voetbal, bladen, boeken en zo verkoop. Ja, ja. Dus daar zijn we vanmiddag naartoe gegaan. Ja. En dat is dat sowieso een cultfiguur. Kun jij over iets over het cultfiguur? Nou ja, wij kwamen eigenlijk binnen. Dat is een, kijken of we het een beetje kunnen omschrijven. Het was een klein winkeltje. Het was een winkeltje. Ja. En overal, los van de informatie die hij weet, wat we merkten zeg maar, in het gesprek, heeft hij heel veel boeken verzameld, tijdschriften, posters over het Argentijns voetbal. Het meest bijzondere, toen we weggingen bijvoorbeeld, zei hij van, hey, ik heb nog een leuk stukje voor jullie over Talleres waar jullie geweest zijn. En hij pakte uit de stapel van 100. Ja, dat was heel raar. Magazines pakte hij precies het juiste magazine en hij zegt, dit stukje heb ik geschreven. Dus het geeft misschien zijn specialiteit wel een beetje aan. Maar toen we inderdaad binnenkwamen, naar overal boeken en we zagen eigenlijk vier stoeltjes in het midden in een rondje. En daar zat een man van, 70 zeker. Ja. En die was, die stelde zich voor, ik ben zijn naam even vergeten, daar ben ik niet zo heel sterk in. En die was eigenlijk Gerardo. Serieus? Ja. Oh, nou, hij heeft een beter geheugen dan ik, dat blijkt alweer. Die nam daar ook wel eens wat radio-dingen op of zo, of audio-dingen, wat ik begreep. Ja, iets wekelijks. Ja, en dat was toen we niet wekelijks, toen we wel echt, nou, heel moeilijk verhaal allemaal. Maar tijdens het bezoek dat we er waren, zat ik een beetje op hem te letten. En hij was, op een gegeven moment sloot hij zijn laptopje aan en deed hem aan. En hij was een beetje op Facebook allerlei dingen aan het fact-checken. Ja. En overal op aan het reageren en foto's sturen over, maar die historie over van het Argentijnse voetbal. Ja. En dat vond ik wel heel grappig om te zien. Ja, hij was inderdaad bezig met het verbeteren van alle fake nieuws. Wat we veel hebben gehoord de afgelopen dagen. Ja, ja, heel vooral veel vanuit nieuws. Nederland. Ja. Maar, moeten we nog namen noemen of gaan we daar komen we dan later op terug? Komen we later op terug. Dus, hij verbeterde overal het fake nieuws. En dat is wel mooi, zo'n oud ventje met zo'n grote grijze baard. Ja. En de naam van de voetbalprofessor is trouwens Esteban Bekerman. En dat was een Nederlandse naam, dat heb ik nog meegekregen. Nee, een Poolse. Hij is uit Polen. Zijn familie waren Poolse Joden. Ja. Die waren de pogromsbeu. Ja, maar lijkt ook niet zo gezellig als iedere keer mafkees in huis. Nee. Dus die zijn naar Argentinië gevlucht. En daar stamt hij eigenlijk vanaf. Ja. En hij wist heel veel. Ja, hij wist inderdaad heel veel. Eigenlijk over alles kon hij ons wel iets vertellen. Ja. Ja, het mooiste vond ik nog, even los van het verhaal, maar dat zal later nog een keer terugkomen. De informatie die vooral jij hebt opgedaan. Is dat wij natuurlijk ook nog even, alles wat daar lag, verkocht hij ook. Ja. En wij hebben nog even een beetje rondlopen snuffelen. Jij bent met een aantal posters in je rugzak teruggekomen. Ja. En hij had heel veel oude bladen liggen en allemaal gesorteerd op of voetballen, of groep, of ja, of wat dan ook. Ja. En dan heb je het echt over, ik heb ze natuurlijk niet geteld, maar dat zal ergens in de tienduizenden zijn, gok ik zo. Ja, ja. En dan had hij boven ook nog van alles. Ja, moest hij ook nog alles in. Heet dat El Grafico, zeg ik dat goed? Dat was eigenlijk, waar kunnen we dat mee vergelijken, dat tijdschrift? Dat is eigenlijk de VI van Argentinië. Ja. Een jaar geleden helaas failliet gegaan. Ja. Heeft 99 jaar bestaan. Ja. En de Esteban vertelde ons zo, vroeger, natuurlijk voor internet, dan stond je bij de kiosk. Op het moment dat je wist, El Grafico komt. Dat zijn allemaal jongens daar. Ja, net zoals wij vroeger eigenlijk bij de briefwisselaar voor de Donald Duck. Ja, ja, dat klopt. Je ging voor de poster, stond erop. Ja. Wie staat er op de cover, welke club? Dus dat was gewoon deel van de Argentijnse voetbalcultuur. Ja. Mooie covers. Ik heb er zelf ook, we hebben een aantal meegenomen. Ja, we hebben een paar mooie meegenomen. Je hebt er een met Maradona 86. Ja. Ik heb er een van Maradona met Beckenbauer meegenomen. Dus een heel mooi blad. Helaas door internet heeft het achterhaald. Maar nee, die lagen daar volop. Nee, er lag echt van alles. En ook wat me opviel was dat Argentijnen boeken schrijven over hele specifieke onderwerpen. Ja, dat klopt. Zoals bijvoorbeeld, er was ooit een finale tussen Banfield en Racing. Ja. Maar er zat nog heel veel achter, want op dat moment was Juan Perón de president. Ja. Zijn vrouw Evita, kent iedereen wel, is een Banfield supporter. Ja. Maar zijn minister van sport was een Racing supporter. Die heeft ook die club het stadion gegeven en zo. Ja. Dus eigenlijk ging die finale tussen twee van de grootste handlangers van Perón. En dan schrijft zo'n Argentijn daar gewoon een dik boek over. En dan is het zo toch jammer dat je geen Spaans kan lezen. Nee, ik zou het heel graag dat boek willen hebben. Maar ik kan het gewoon niet lezen. Maar wat daarachter zat,
Maar dan hadden we waarschijnlijk het winkeltje wel enigszins leeg gekocht, gok ik zo. Ja, ja zeker. Over, je had nog een boek in je handen over... 100 jaar Boca, geloof ik. En die Boca River Derby, ja. Waar ze verder gaan met de clichés. En maar ook alle voor de kleinere clubs. En wij zijn gisteren bij... Tacheres. Nou, ook een 75 jaar bestaan. Dat was echt een dikke pil. Ja. En maar, ja, dus alle... Echt van alles, ja. Iedere club heeft wel een boek. Het was trouwens leuk, te kunnen erbij zeggen. Wij weten nu dat Tacheres heeft gewoon echt op het hoogste niveau gespeeld. Ja, het was een grote club. We zeiden gisteren tegen elkaar, dit is geen derde divisie club, maar ook gewoon echt een tijdje op het hoogste niveau. Ja. Javier Zanetti komt er vandaan. Ja. Maar ook bijvoorbeeld de keeper, een keeper van het nationale elftal komt er vandaan. Ja. Dus het was gewoon een grote club. Over nationale elftallen gesproken, hij had aan een muur allerlei foto's hangen van vroeger. Maar ook bijvoorbeeld van het Argentijnse team, elftal, wat op de Olympische Spelen heeft gespeeld in 1928 in Amsterdam. Ja. Dus zag je allerlei nog oude foto's, oude foto's, van het Olympisch Stadion. Dat vond ik ook wel heel gaaf om te zien. Ja, dat is ook dus, mooi. Dus dat net toevallig, dat was zeker een stuk of toch wel 10, 12 foto's. Ja, van dat toernooi. Die daarmee te maken hadden. Dus dat was een beetje een stukje Nederland wat daar hing. Dus, nee, ik vond dat wel, leuk. En volgens mij heb je nog wat leuke contacten eraan overgehouden. Dus, ja, zeker. Ze hebben onder andere ontdekt, en daar ligt een Uruguayaanse staantribune. En daar stond een interview met een Italiaan die al 21 jaar in Amsterdam woont, maar die is fan van Peñarol, een club uit Montevideo. Ja. En die komt vaak over. Dus er stond een heel artikel in met eigenlijk een halve Nederlander zou je kunnen zeggen, die fan is vandaan. Ja. Dus, dat waren wel mooie onderwerpen. Ja, helaas, ik heb het blad meegekregen, maar helaas, ik spreek geen Spaans. Nee. Maar je kunt er wel een beetje uit opmaken wat er staat. Ja, en dus, ga ik even de techneut uithangen. Je kunt een foto maken van die pagina. Ja, dat snap. En dan doe je het in de Google Translate, open je die foto en dan gaat hij het voor je vertalen. Ja, dat is... Voor een x-bedrag wil ik het voor je doen. Dat klinkt heel makkelijk, dus dat gaat het nooit worden. Hey, wat gaan we morgen doen? Morgen gaan we... We hebben vandaag geen voetbal gehad. Dus daarom allerlei randzaken gedaan. Ja. Want wij zijn keiharde werkers. Ja, dus we kunnen ook niet over eten, zeg maar. Dat gaan we zo doen. Ja, we gaan zo eten. We willen vandaag eens vis gaan proberen. Ja, trouwens, het is wel koud vandaag, of niet? Ja, we hebben veel geklaagd over de hitte. Maar vandaag is het een stuk frisser. En regen. En hebben we regen gehad. Ja. Dus dat is allemaal geen pretje. Ik ben blij als het weer morgen is, dat het weer wat warmer wordt. Ja, dan kunnen we daar wel over klagen. We hebben zelfs vandaag onze petten niet op gehad. Omdat, omdat de zon niet brandde. Dus, maar morgen gingen we naar, of gaan we naar? Morgen gaan we naar Bela Sarsfield. In Nederland beter bekend als Vela Sarsfield. Ja. Genoemd naar een Ierse immigrant ooit. Daarom de Engelse, een Ierse... Ik dacht de Italiaanse achtergrond had, maar... Nee, het is daardoor is de club opgericht. Ah, okay. Maar de naam Vela Sarsfield, dat klinkt toch niet Italiaans? Sarsfield. Sarsfieldi, zou dat zijn. Nee. Dit is echt... Wat is dit nou? Ga door met je verhaal. Oh, we gaan weer verder. Nou ja, even tot de zijn gekomen. Die speelde tegen Aldo Civi. Ja. Wat bekend staat om? Om dat ze uit Mar del Plata komen. En spelen in een? In een carnavalsshirt. Ook, maar in wat voor stadion? Oh. Jezus, godskoleren. Hoe moet ik hem voorleggen? Die spelen in een rondstadion. Ja, maar wat is daar bijzonder aan? Dat weet ik ook wel. In het WK78 stadion. En Vélez Sarsfield is ook een WK stadion. Ja. Er waren er 6. Van River en Belen. Ja. En dan Rosario. Ja, en wat ook mooi is aan het Vélez Sarsfield staan, is vind dat er ook grote bands hebben opgetreden. Als Queen, Guns N' Roses, die hebben er ook allemaal. Nogmaals, ik ben niet echt een muziekfan. Nee, denk maar... jij gaat me overtroeven. Nee, Queen is groter dan Nirvana bij deze. Maar dat vind ik ook wel. Dus blijkbaar heeft dat... Ik heb het stadion al een keer gezien, zoals jullie wel weten, 4 jaar geleden. Maar, maar dat heeft dan ook wel iets speciaals. Blijkbaar heeft het een bepaalde... akoestiek of makkelijkheid dat daar concerten gehouden kunnen worden. Dus ik ben wel benieuwd om, vorige keer ben ik er geweest, overigens tegen Argentinos Juniors. 1-0 in de laatste minuut. De derby. Ja, maar de populair was redelijk, was goed druk. Beide andere tribunes waren relatief leeg. En er waren toen wel uitsupports, maar dat was op twee handen te tellen. Dus ik ben wel weer benieuwd hoe het er nu uit gaat zien. En ook omdat natuurlijk de setting is wat anders, toen was het wat kouder dan nu, als het goed is. Dus ik ben er wel heel erg benieuwd naar. Je hebt nog wat mooie tips gekregen voor wat
biertjes vooraf. Ja. Ja, van een of andere kroeg. Daar gingen een jaar geleden een stel Engelsen naartoe. Die gingen naar binnen en die dachten ze, hier waren we gecastreerd. Ja. Ja. Maar dat gebeurde niet. Ze, op een gegeven moment, na wat ongemak, werden toch vrienden. Ja. Die kroeg is ons geadviseerd om naartoe te gaan. Ja. Zij zijn later meegenomen naar de Popular. En daar waar ik een heel leuke dag gehad met die barre bravas. Dus ja. Misschien overkomt ons dat. Of niet. Ze wat een eikels. Nee, dat is ons programma van morgen. Dus, kunnen we vast morgen een hele hoop over gaan vertellen. Ja, nou hebben we gelukkig ook een uitsmijter over het eten, want dat missen we dit keer. Ja, we hebben het nu nog gehouden bij een broodje tonijn. Dus we gaan er iets moois van maken en dan kunnen we morgen weer lekker over voetbal zelf lullen. Ja, nou, dit was hem weer. Dank voor het luisteren naar deze podcast. Als je meer van dit soort verhalen wilt horen, abonneer je dan op onze podcast. Voor meer informatie over onze abonnementen, boeken, merchandising en prachtige verhalen, verwijs ik je door naar staantribune.nl.